Waarom loop je voor Stichting Matches? Ik loop voor Stichting Matches, aangezien ik een heel persoonlijk verhaal bij heb. Mijn vrouw die heeft ruim twee jaar geleden een stamceltransplantatie moeten ondergaan. In verband met met kanker. Ze had een bloedkanker, een lymfoom. En aangezien dat zo agressief was en de kans op herhaling best groot was, was uiteindelijk een stamceltransplantatie nodig om haar weer volledig beter te maken. En hoe gaat het nu met uw vrouw? Heel goed. Ja, ja, ze is weer aan het hardlopen, veel aan het hardlopen. Ze is heel sportief, ze was altijd al heel sportief. En natuurlijk dat hele proces van die stamceldonor en de chemo's die daar vooraf aan gingen, die hebben haar natuurlijk behoorlijk kapot gemaakt, haar energie en haar uithoudingsvermogen. Maar als je ziet hoe ze er nu aan toe is, dat is echt super. Ik denk niet dat je 100% herstelt uiteindelijk, maar... ze heeft heel veel geluk gehad dat het bij haar gewoon heel erg goed is aangeslagen. Waardoor ze eigenlijk gewoon weer een nieuw leven heeft gevonden. En dat is wel heel mooi. Op de website sterkvoormatches.nl kun je geld doneren voor de actie van Johan. En kun je terecht voor de persoonlijke verhalen van onder andere Johan en andere lopers. Waarom vindt u het zo belangrijk en waarom zou u mensen willen aanraden om stamceldonor te worden? Nou, omdat ik heb natuurlijk van heel dichtbij meegemaakt dat het super belangrijk is dat je een leven kan redden. Niet alleen het leven van mijn vrouw, maar natuurlijk ook het hele gezin wat er omheen draait. Ja, dat kan gewoon doorgaan door uiteindelijk die match die je kan maken. Dus hoe meer mensen uiteindelijk donor worden, hoe grotere kans is dat je uiteindelijk ook een juiste match vindt. En hoe grotere kans is dat je uiteindelijk kan overleven. Dus het is gewoon super belangrijk dat die database zo groot mogelijk wordt. Nou, dat is in ieder geval fijn om te horen. En bedankt dat ik u mocht interviewen. Graag gedaan. En ik hoop dat u genoeg geld ophaalt om uw doel te bereiken. Ik ga nog even een rondje lopen. Is goed.